profileringsfonds met het e-cultuurveld. Tot nu toe had ik geen positie binnen een van de cultuurfondsen specifiek. Wel bij het Mediafonds, maar niet bij BKVD, Mondia. Dus wat dat betreft zijn we dat ook aan het uitvinden. En het ontwikkelen van het instrumentarium heeft veel inspiratie ontleend aan die behandeling van de aanvraag bij de meerjarige programma's. Wat ik nu ga vertellen is, gooi droog, oer saai, het is beleid. Ik hoop volgende jaren dat we meer de inhoud gaan evalueren, dat we dan het over de inhoud gaan hebben. Een voorzet op de inhoud zijn zometeen de presentaties van de e-cultuurinstellingen. Dus daar kijk ik vooral naar uit. En dit probeer ik zo kort, maar ook zo helder mogelijk aan jullie te laten zien. Dit is het beleidskader zoals wij dat ontvangen hebben van de staatssecretaris. Het is het kader waar het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan moet voldoen. Zoals jullie zien, drie disciplines, e-cultuur, vormgeving, architectuur en vijf doelstellingen. Aan die doelstellingen heeft de staatssecretaris ook de budgetten gekoppeld. Als je dit optelt, kom je op ongeveer 10 miljoen dat beschikbaar is voor subsidies en aan het flankerend beleid. Dus voor projecten naast subsidies die het fonds kan uitvoeren. Ja. Daarvan is al een deel uitgegeven. Daar is al 3 miljoen voor uitgegeven aan de meerjarige programma's. Ik kan me voorstellen dat een belangrijke vraag voor jullie hier nu is, van wat is het budget waar we rekening mee kunnen houden als wij een aanvraag gaan indienen bij het Stimuleringsfonds. Daar ga ik antwoord op geven, maar dan vertel ik eerst nog meer over hoe het fonds de structuur voor zich ziet. We zien het voor ons dat er voor de e-cultuur, dat er 3 mogelijke regelingen zijn om subsidie aan te vragen. Dat is de deelregeling e-cultuur, voor activiteitenprogramma's en de deelregeling meerjarige programma's. Die meerjarige programma's is een beetje flauw dat ik hem erbij heb gezet, want die sluitingsdatum is al geweest. En de eerstvolgende sluitingsdatum zal ook al in 2014 zijn, maar voor de volledigheid staat die er toch bij. Dus dat heet een regeling. Verder qua vormen ben ik benieuwd, en dat is ook echt een bespreekpunt voor vandaag. Bij een deelregeling, dus deelregeling e-cultuur, kan je aanvragen in de vorm van een project. Aan de andere kant, bij een activiteitenprogramma kan je aanvragen voor een programma. En een programma zien wij als een serie activiteiten die qua inhoud, opzet en vorm een samenhangend programma uitvoeren met eenzelfde doel. Dus het kan zijn dat je zegt, nou, ik wil een project aanvragen. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden in een jaar. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, wij manifesteren ons toch veel meer als een instelling die in staat is om een activiteitenprogramma uit te voeren. Qua aanvraagmomenten is die deelregeling e-cultuur, die is vrij flexibel. Dus voor een project zou je 5 keer per jaar subsidie kunnen aanvragen. Dat betekent dat je aanvraagt, 10 weken later krijg je een besluit en dan kan je met het project wel of niet aanvangen. Voor zo'n activiteitenprogramma is het idee om dat 1 keer per jaar te houden, aan het einde van het jaar. Waarbij je je activiteiten voor het volgende jaar aanvraagt. Aangezien in 2013 waarschijnlijk aan het einde van het jaar pas die ronde gaat lopen, zal dat waarschijnlijk de vorm hebben van een tussenjaar waarbij je aan het begin van het jaar kan aanvragen voor het restant van dat jaar. Ook dit is voor vandaag een bespreekpunt, van daar zouden jullie door aangesproken voelen om aan te vragen. Dan de beoordelingscriteria waar je rekening mee moet houden met je subsidieaanvraag. Het is vrij flauw. Maar je wordt dus op deze 5 criteria getoetst. Je hoeft niet aan alle 5 te voldoen. Zeker niet als je voor een project aanvraagt. Het kan zijn dat je qua activiteiten veel meer richt op innovatie dan op bijvoorbeeld opdrachtgeverschap. En opdrachtgeverschap is trouwens een term die in die beleidsbrief staat, maar volgens mij binnen de e-cultuur is dat veel gangbaarder om dat producenten te noemen. De accenten die gepaard gaan met deze doelstellingen, die kan je weer terugvinden aan wat ik aan het begin liet zien, die verschillende budgetten. Zo zie je dat er een groter belang wordt gehecht aan innovatie en research and development en minder aan bijvoorbeeld opdrachtgeverschap of internationalisering. Dat is vooral de insteek vanuit het beleidskader, maar ook daarvoor ben ik vandaag benieuwd
Als jullie zien, als dit de doelstellingen zijn waarop je getoetst zou kunnen worden, sluit dat dan ook aan bij het veld? Of is bijvoorbeeld in het veld juist de publiekskant oververtegenwoordigd? Of is het internationalisering, is dat veel meer oververtegenwoordigd? En zien jullie daar nu al botsingen met het budget? Wij kunnen niet te veel afwijken van dat budget, maar we kunnen daar wel rekening mee houden met het opzetten van het subsidie-instrumentarium. En dan voor een activiteitenprogramma. Een activiteitenprogramma, daar gaan we vanuit dat het of op meerdere doelstellingen scoort, dus dat dat veel meer die keten van het ontwikkelen van een product tot en met dat bekendmaken en dat zo positioneren dat het bijdraagt aan de internationale positie van Nederland op het gebied van e-cultuur. Maar het is ook mogelijk om interdisciplinair te werken. Dus bijvoorbeeld iets uit te zoeken waarbij je zowel architectuur, vormgeving als e-cultuur op bedient. Eigenlijk is het idee van deze matrix is dat je meer dan één vakje zou moeten aankruisen voor je activiteiten. En dan meer projecten horizontaal, meer vakjes verticaal. Dat is, maar dat is de insteek. En dan de bespreekpunten. Ik heb ze een aantal keer bij de dia's al genoemd. Maar waar ik voor vandaag benieuwd naar ben is in hoeverre voelen jullie aangesproken in het denken in een project of in een programma. Wie zien jullie als je doelgroep? Zeg maar, als je dat in een lineair verband ziet, is dat van vakpubliek tot en met een breed publiek. Waar positioneer je of is dat per activiteit juist anders? Hoe zien jullie je draagvlak? Dat betekent zo inhoudelijk, wie zijn je partners, maar ook financieel. Wie zijn degenen die bijdragers aan jullie verlenen? En misschien zijn er wel inhoudelijke partners die ook hun financiën inzetten voor het uitvoeren van jullie activiteiten. En als laatste, dat is niet als laatste en belangrijkste, maar dat is ook iets wat wat wij vandaag graag willen bespreken. Wat zijn de thema's waar jullie mee bezighouden en hoe zien jullie het e-cultuurveld ontwikkelen? En wat voor resultaten verwachten jullie in de komende tijd? En dan eigenlijk over verschillende tijdspaden, maar als maximum 4 jaar, want dat is onze beleidsperiode. Maar ik kan me voorstellen dat we ons instrumentarium op een gegeven moment gaan uitvoeren. En dat we dat jaarlijks evalueren en waarschijnlijk jaarlijks of 2 jaarlijks kunnen kijken of dat er echt grote wijzigingen in noodzakelijk zijn. Dus dat is het idee van vandaag. Dit was het hele saaie verhaal. Zometeen zullen we naar de presentaties van een specifieke e-cultuur instelling. Dat kunnen we misschien als kapstok gebruiken om ook te laten zien hoe daar dat instrumentarium op zou kunnen aansluiten. Dus dat was het.